Warrior Code is powered by XXL Nutrition. Go beyond your limits. Andy, kampioen. Zeker. Je eerste titel defense. Tegen Nabiev was het, wat vele mensen zeggen, een discutabele uitslag. En nu ga je hem verdedigen tegen Myrtle Groenhart. Is het een lange weg geweest of is het een lange prettige weg geweest naar boven? Het is een prettige weg geweest naar boven. Uh-huh. Ja. En nu ben je daar. Waar is het begonnen bij jou? Ja, ik vind eigenlijk al dat het begint wanneer je de sportschool instapt. De eerste training. Je raakt gelijk verliefd aan de sport. Dus uh-huh. In mijn ogen begint het daar al. Dus dan ga je er al alles aan doen. Je wil je eerste wedstrijd wil je al winnen en dat zet je door. En jeugd ben ik onverslagen geweest, nieuweling onverslagen, C onverslagen. Dan moet ik goed zeggen, 1 verloren in de B en 1 verloren in de A. Mm. En dat zijn je enige verliespartijen? Dat zijn mijn enige verliespartijen. Dat voelt wel lekker, hè? Dat voelt zeker. Dat voelt goed. Heerlijk. Zeker. Heerlijk, ja. En nu ben je ja, on top, je bent bovenaan. Je hebt je titel behaald binnen, ja, je hebt meerdere titels behaald natuurlijk in Infusion, maar nu zit je bij Glory, wat ze zeggen, een van de grootste organisaties ter wereld. En nu ben je kampioen. En nu moet je gaan verdedigen tegen een oud kampioen. Hoe voelt dat? Want toen jij dat belletje binnenkreeg, wat ging er door je heen? Ja, ik vond het wel raar, want hij was weg bij Glory en hij deed ook een andere sport, om ja, maar te MMA. Zeggen, de MMA. Dus ik vond het wel raar dat zijn naam viel, mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk nooit iets met naam of afgewezen of gezegd liever niet. Dus voor ons was het gewoon een naam die binnenkwam. Ik wist dat ik moest vechten op dit evenement. Dus voor ons was het gewoon wachten op de naam. Dus dan komt zijn naam. Dus dan is het bij ons prima. Hebben ze dat gewoon voorgesteld? Of hebben ze gezegd van, hey, wat zou je wel vinden tegen Myrtle Groenhart te vechten? Of? Nee, ze hebben gewoon gezegd, want we hadden eerst, wat ik zeg, nog geen tegenstander. Ik wist dat ik moest vechten, maar zeiden, ja, tegenstander zijn we nog mee bezig. En op een gegeven moment werden wij ook van, ja, kom op met die tegenstander, want je wilt toch ook voor iemand voorbereiden. Mm. En dus zeiden ze op een gegeven moment, ja, we zijn nu bezig met Groenhart. Toen zeiden we, oké, prima. En toen hebben ze het laatste laten bevestigen, ja, Groenhart wordt het. Mm. En toen, Wat is jouw... Ik wil het eigenlijk de vraag stellen, maar tegelijkertijd weet ik ook wat het antwoord zou zijn als ik zeg van, wat is je gameplan? Maar ik sla hem toch even over. Myrtle is een jongen met ook een gesprongen knie. Die heb je ook. Bij de jongens naar mijn hart natuurlijk, hè. Want hoe ga je zo iemand bevechten, zo'n Myrtle? Oud kampioen, heeft alles meegemaakt, is zelf gewoon een aantal keer kampioen geweest, ook in Glory. Klopt. Ja, het is een leuke vechter, maar ik denk dat ik betere ogen heb dan hem. Veel beter. Ik zie wel best wel dat hij toch wel veel mist en slordig is. Hij maakt wel gesprongen knieën, maar... Maar hij belandt op de jurytafel. ja, om zo maar te zeggen, hij mist veel. Zo. En dat heeft toch te maken met het inzicht in de time. En die is voor mij veel beter. Want jij traint in Spanje. Lekker weer, langs het strand. Heb je daar sparringpartners gehad? Want ja, ik heb een aantal filmpjes langs zien komen. Maar ik heb niet heel veel zien sparren. Nee, klopt. Dat hebben we een beetje achter de schermen gelaten. Mm-hmm. Even over Spanje. Ik ben veel in het kamp. Oh. Ik ben nu vijf, zes weken ben ik 2 keer, 3 keer buiten de poort geweest. Oh, je zit niet in een 5-sterren resort. Die afleiding heb ik niet meegekregen. Nee, ik heb niet meegemaakt. Dus het was wel echt intern in de kamp. Het was trainen 's ochtends en relaxen. Ook niet te veel in de zon, want het vreet je energie, want ik moet 's avonds gewoon weer trainen. Ja. Dus het was, ik heb geen vakantie gehouden, maar het is wel... Maar waarom Spanje? Ik bedoel, want volgens mij zit jouw trainer daar. Ja. Maar heb je niet gedacht van, nou, oké, dan ga ik me hier voorbereiden? Ik train ook gewoon hier, maar wanneer het tempo omhoog gaat, wil ik toch met oud en vertrouwd met mijn trainer. Mm-hmm. Die weet gewoon het beste hoe die mij moet voorbereiden. Waarom is hij daar naartoe gegaan? Want hij is hier, neem ik aan. Ja, hij zat hier. Waarom is hij daar naartoe gegaan? Ja, het had altijd al wel een droom om in Spanje. En het is niet dat hij alleen daar woont. Hij wil wel een kamp om gaan zetten. Dus het is... Dus eigenlijk gaan we gewoon verder met wat we deden hier, maar dan daar. Ah, hij wil daar een trainingskamp neerzetten in Spanje, zodat hij verzonnen vechters daar naartoe kan halen om daar met ze te gaan trainen. Ah, lekker onder de zon. Ja. Vinden jullie dat wat, om daar te gaan trainen? Ja, ik en het ringetje staat buiten. We hebben nu een overkapping gemaakt. Dus we zijn het echt zelf aan het opbouwen. Mm-hmm. Dus het is gewoon... Je zijn echt een gym daar aan het opbouwen ook? Ja, echt een soort... We willen uiteindelijk gewoon een Thailand-idee. Ja. Omdat dat je...
je vechters. Okay. Ook mensen die bijvoorbeeld wel op Spanje op vakantie, maar het ook gewoon serieus willen trainen. Ja. Oh, dat is maar een goeie, man. Meer richten op het echte kamp. Dus dat je erheen gaat en je zegt, hey, ik moet dan vechten. Ik ga 4 weken naar de... Cool, heel cool, heel cool. Ja, Myrtle is natuurlijk iemand die ja, veel praat. Ja. je lacht erom. Ja. Maar hij heeft ook hier en daar wat trash talk. Ja. Wat vind je ervan? En hebben jullie al een moment gehad dat jullie tegen elkaar... elkaar tegengekomen zijn en dit hebben gedaan? Nee, ik heb hem nog niet gezien en nog niet gesproken. Mm-hmm. Maar in de ring is geen tijd om te praten. Mm-hmm. Dus het is wel grappig om te zien hoe druk die zich mee bezighoudt om niet zoveel te kletsen. Dus, nee, maar hoor het wel, je kletst. Ik kletst een beetje te veel. Ja. Want hij heeft nogal gekend, want als ik zo op het scherm lees... je belt betekent niets. Kijk hoe ze mij hebben gegeven. Beter is deze goed, pas je goed op je belt. Ik kom hem halen als een dief in de nacht. Ja. Dat zijn zijn woorden. Ja, eigenlijk is het gewoon slecht dat hij dat als een oude kampioen zegt, dat die belt niks is. Want dit betekent alles, man. Kijk er even naar. Nee, dit betekent heel veel. Dit is tienduizenden uren aan werken. Ja. Toch? Aan trainen. Bloed, zweet en tranen. Weet je, want jij wilt ook zo'n belt hebben natuurlijk. Uiteindelijk wil je hem lichaam. En die haal je niet bij je dan Martijn. Nee. Toch? Je hou je glorie. Nee, dat dus, betekent zeker wat. Uh-huh. En, maar wat vind je ervan dat hij zoiets zegt? We weten allemaal hoe het afgelopen is met hem en Doumbé. Want die waren ook alleen maar heen en weer aan het vechten. En uiteindelijk in de ring heeft hij niet veel laten zien. Uh-huh. Dus advies naar hem is minder praten en meer... Hij is knock-out gegaan tegen Doumbé. Ja. En dat was volgens mij zijn laatste kickboxpartij. Volgens mij was hij dan naar hem. En jij kan hetzelfde doen. Ja. Hem knock-out slaan. Is dat ook het doel? Dat is zeker een doel. Uh-huh. Ja. En heb je al een soort voorspelling welke ronde dat zal zijn? Nee, die ga ik je ook nog niet geven. Wat vinden jullie ervan dat een oud kampioen terugkomt en tegen een nieuw kampioen op gaat nemen? Vet. Deze verhaal. Ik was wel verbaasd. Ja. Waarom was je verbaasd? Ja, dat gewoon terug zou komen eigenlijk. Mm-hmm. Ik dacht dat hij in de MMA zou blijven. Ja, dat zag ik dan. En ik zit ook een beetje af. Hij heeft het toen niet kunnen pakken en vast kunnen houden door Doumbé. Mm-hmm. En Doumbé is nu weg, dus nu denkt hij het wel te kunnen komen doen. Mm. Dus daarom ben ik er. Zal hij jou onderschatten? Ja, ik denk dat hij zeker me onderschat. Ik denk dat ook heel veel mensen me onderschatten. Want ja, het wordt vaak gezegd, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Yeah. En bij mij is dat totaal niet zo. Mijn laatste wedstrijd was mijn slechtste wedstrijd. Dus ik denk dat veel mensen me daardoor onderschatten. Ja, ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vond je in die laatste wedstrijd tegen Nabiev, van wat ik van je weet, gezien heb, ja, vind ik een topvechter en je gaat graag naar voren, maar goede acties met gesprongen knie, je bent sterk, slim, goede ogen, net wat je zelf aangeeft. Alleen bij die laatste wedstrijd kon ik het niet goed terugzien. Klopt. Wat was er mis? Er was heel veel mis. Kijk, ik gooi niet te veel van naar buiten, maar één van wat we net op het begin al bespraken was, ik legde mezelf te veel druk op. Mm-hmm. Want ik ben een vechter die normaal geniet in de ring. Mm. Ik geniet van alles. Als je me raakt, dan zie je me dat genieten. Op trainen ook, als iemand me raakt, zeg ik, oh, hey, lekker. Weet toch, je wil graag, ik hou van die spel. Ja. Ik geniet van alles. Zelfs als iemand mij een goede shot geeft, dat ik denk, oké. En bij Nabiev was het allemaal te veel druk. Ik dacht, ja, shit, ik mag ineens voor de titel. Remy, is iemand waar je altijd naar keek vroeger. Die gaat over jouw wedstrijd praten. Hij traint bij Rico. Ja, Rico is toch hoofd van Glory. Je moet ook voor hem. Al die dingetjes, toch weer iets te veel. Helemaal niet te sprake kwam eigenlijk, want Rico was er niet. En, natuurlijk, jij doet gewoon je werk. Ja. Dus al die dingen die ik erbij heb gehaald... waren niet belangrijk. Het was helemaal niet belangrijk. Dus wat voor mij nu heel belangrijk is, dat ik gewoon weer ga genieten in de ring. Mm-hmm. En dan ben ik ook op mijn best. Want heb je in de voorbereiding daar ook bij, dat ook mee bezig geweest? In met je trainer van, hey, verlaag die druk. Oh, want het maakt allemaal niet uit. Het gaat om de leren handschoenen die straks in de ring staan. Natuurlijk zijn er ook technische dingetjes en zo waar ik mee moest werken. Mm-hmm. Dus we hebben alles er inderdaad bijgepakt, maar ook dit besproken inderdaad. Ja, jouw eerste title defense, hoe belangrijk is dat voor jou? Hoe belangrijk? Dat is een goede vraag. Ik wil hem gewoon zo lang mogelijk houden. Dus hij zal net zo belangrijk zijn als alle wedstrijden die eraan gaan komen. Mm. En net zo belangrijk als dat ik hem moest pakken. Ik vind het super gaaf dat je hem nu tegen Myrtle gaat verdedigen.
Ik kijk in ieder geval uit naar die wedstrijd. What's next? Want stel je voor dat je wint. Is er nog wat anders wat jij wilt bereiken? Behalve alleen maar de kampioen. Want je bent nu kampioen. Ik zeg het een beetje oneerbiedig. Je bent niet alleen maar kampioen. Maar is er meer wat jij wilt bereiken met jouw kampioen zijn? Normaal noem ik nooit namen. Mm-hmm. Maar ik ga het... Iedereen wil altijd namen horen. Mm-hmm. Dus vandaag ga ik het wel doen. Na Groenat wil ik eerst Jay Overmeer. Oh, yes. Oh ja, die is ook in de divisie natuurlijk. Yes. Als je over meer hebt gehad, dan mogen ze weer allemaal aanmelden. En waarom is er iets tussen jullie? Er is niet iets tegen ons. We hebben respect voor elkaar. Ik heb respect voor hem natuurlijk. We hebben al een keer tegen elkaar gevochten. Mm-hmm. En dat triggert mij een beetje dat hij heel veel nu... want hij wordt nu de Matrix genoemd door wat hij laat zien met Glory. Mm-hmm. En het triggert mij een beetje dat hij zegt dat hij niet geraakt wordt. Yeah. Want ik heb hem aan alle kanten geraakt. Maar jullie hebben al een keer eerder gevochten. We hebben al een keer eerder gevochten. En toen sloeg hem alle kanten op. Ik heb zelfs foto's dat hij helemaal dicht zit. Uh-huh. Dus ja, dus gewoon ik wil laten zien van je wordt zeker geraakt en ik ga het weer laten zien. en hij verdient het, eerlijk is eerlijk. Kijk, Groenhout kwam en ik dacht, ja, die verdient het eigenlijk niet. Mm-hmm. Hij verdient het, hij staat 4-0 op Glory. Ja. Goede namen van de top 10 verslagen. Mm-hmm. En hij verdient gewoon om het ziet op de tijd te krijgen. Dus dit zou een mooi vervolg zijn? Van, dit zou zeker. Dus na deze wedstrijd, we gaan ervan uit dat je hem wint. En daarna meteen tegen Overmeer. Wat vinden jullie daarvan? Een dikke pot, man. Een hele mooie pot. Toch? Technische pot. Een hele mooie technische pot. Ja, twee geweldenaren, twee technische gasten die tegen elkaar staan. Dat is misschien iets voor Robbie. Robbie Timmers, de matchmaker binnen Glory, die daar wat mee kan. Ik weet het wel zeker. Want wat gaan jullie allemaal kijken? Ja, sowieso. Zeker. En we gaan ook naar jullie kijken natuurlijk. Ja, tuurlijk. Bij mij moet je wel s'nachts opstaan. Maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik niet erg. Maar als, hij zit hier natuurlijk. Myrtle of Andy? Ik ga voor Andy. Ja. Toen ik die partij zei, dacht ik van, echt van. Serieus? En waarom niet Myrtle? Hij is even weg geweest. Ja. Mensen onderschatten echt dat de MMA en kickboxers twee verschillende sporten. Ja. Totaal anders. Ik denk ook, want kijk, Myrtle stopt ook bij Glory, gaat MMA. Soms heb ik een beetje het gevoel dat die jongens die van het kickboksen overstappen naar MMA denken van, ik ga het even fixen daar op de grond. Ja. Maar je ziet het ook in de training, hè. Al respect naar Hesdy bijvoorbeeld. Ja. Ik zag alleen maar pads. Mm-hmm. Dan wist ik al van, deze gast gaan ze naar de grond trekken. Toen ik van kickboxen... Je hebt het over Hesdy Gerges? Ja. Toen ik van kickbox naar MMA ging, mm-hmm. ik wist... Je hoeft alleen op Google te kijken en je ziet dat ik superveel gekickboxd heb. Ja, dus ik wist wat ze gingen doen. Ja. Dus ik nam het echt serieus dat MMA een andere sport is. Ja. Het is een beetje zo, je hebt voetbal en je hebt American voetbal. Ja. Het is allebei met een bal. Ja, of tennis met een badminton. Ja, of zo. Het is misschien met een bal. Het concept is hetzelfde, maar je speelt het totaal anders. Mm. En de conditie is anders. Dat zie je ook bij kickboxers. Hè. Als ze vallen en als ze dan zegt ze stop en dan moet ze opstaan. Ik weet nog goed, toen ik in de kickboxpartij wel eens viel. Ja. Jezus Christus man, what the fuck, de opstaan. Oh. Ja. Maar het is gewoon boom, opstaan, bam, scramble, bam, naar de grond, staan, vallen, slaan, takedowns, alles op en aan. Het is een compleet ander speltje. Ja. Dus ik, voor Myrtle, ik hoop echt dat hij, ik hou van een goede partij. Als ik mijn geld moet zetten, zet ik op hen natuurlijk. Maar niet omdat je hier zit, hè, want ik heb gewoon scheid aan. Als ik denk dat Myrtle bent, zeg ik het gewoon. Maar ik wil gewoon een vette partij zien. Ik wil niet dat Myrtle daar komt om een beetje centjes te pakken. Ja. En voor hem een makkelijke dag geven. Wat denk jij, Costello? Ja, ik denk ook. Hè. Ja, en zeker. Waarom? Ja, omdat Myrtle twee jaar heeft niet meer gehad. Ja, zoiets. Is bijna 2 jaar terug. En de laatste keer dat hij vocht was tegen Doumbé. Dat ging ook niet echt best. Ja. Dus... Ja. Was niet zo'n mooie wedstrijd, nee. Nee, ik denk dat het zacht uitgedrukt. Ja. Ja. Nee. Ja. Ja, hij is in Spanje geweest, man. Ik ga Spanje. Ik ook. En waarom? Ja, wat hij ook zei, eigenlijk verdien je nog niet om voor de titel te vechten. Hij is eruit geweest, dan moet je eigenlijk gewoon weer om gaan aansluiten. Vinden jullie het gek dat het binnen Glory zo loopt? Hè? Want nee. je bent weg geweest, je komt terug. Kijk, misschien niet helemaal onderaan, maar misschien wel even een top 3. Ja, okay, dat sowieso. Ja. Dat zou iets eerlijk geweest zijn. Maar. Het is gewoon eerlijk is eerlijk, niet eerlijk voor Jay. Mm. Dat is ook een reden waarom ik hier nou voor Jay. Het is niet eerlijk gewoon voor hem. Ja. Hij heeft 4-0, goede gasten, beet top
tweede, derde, stond hij. Ja. Dus hij heeft gewoon nu... Als het ware kan Jay nu ook niet vechten, want je hebt een top 2 verslagen. Tegen wie ga je nu? Ja. Nu is het wachten op mij. Ja. Dus daarom vind ik het niet helemaal eerlijk. Maar dat aan de andere kant... Dat is zonde. Ja, kijk, aan de andere kant is Glory natuurlijk een commercieel bedrijf. Het moet verkopen. Dat moet gewoon verkopen. Ja. Ja, een oud kampioen met een groot gevolg, weet je, dat tegen de nieuwe kampioen. Dat brengt natuurlijk wat met zich mee. Hè? Myrtle die praat lekker. Ik heb vorige week nog een interview met hem gehouden. Ja. Daar zei hij van alles. Hij ging helemaal los. Dat komt binnenkort uit. Daar niet meer. Die was niet van alles. Ik zeg, fuck jou, Myrtle. Nee, ik heb al lang gemerkt. Mijn laatste vraag aan Jendy. Heb jij nog een boodschap voor Myrtle? Nee, toch? Heb je nog een boodschap voor hem? En hij heeft van alles gezegd. Misschien even deze camera's pakken. De tape voor je handen op je mond plakken. En op gaan trainen. Want ja, ik heb wel van. Het is komend weekend. Je bent er helemaal klaar voor. Helemaal geen blessures. Helemaal afgetraind. Helemaal niks. Mentaal tussen de oren helemaal goed. Dus we kijken uit naar een spectaculaire wedstrijd. Ik wens je heel veel succes voor die wedstrijd. Dankjewel. Bekijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. Oes!